Toen we het programma voor dit jaar maakten van de historische herberg, toen wilde ik iets rondom de Eerste Wereldoorlog doen. Nu 100 jaar geleden uitgebroken. En we wilden ook iets rond het Wereldkampioenschap voetbal doen, dat dus gisteren een aanvang heeft genomen. En we hebben gemeend om dat vanavond te moeten combineren. Ik wil u meenemen naar het jaar 1914, een aantal jaren daarvoor en een aantal jaren daarna. Om dan te bekijken welke internationale wedstrijden werden eigenlijk in die tijd in Arnhem eigenlijk gespeeld. Eigenlijk in de beginjaren van de voetbalcompetitie. En u ziet hier een affiche voor een interlandwedstrijd Nederland-Duitsland. Maar vergis u niet, het moet zijn Duitsland-Nederland. Want de wedstrijd die vond plaats in Kleve, hier vlak over de grens, in oktober 1910. En dat was de tweede interland Nederland-Duitsland. De eerste interland was namelijk een half jaar eerder gespeeld. En die vond plaats, u raadt het al, in Arnhem. En daar gaan we even naar kijken. Op zaterdag 24 april 1910, de allereerste Nederland-Duitsland werd gespeeld in Arnhem. Het was ook de allereerste interland die Arnhem mocht organiseren. Want daarvoor vond alles eigenlijk plaats op het terrein van HFC uit Haarlem, ook een roemruchte historische voetbalclub. Het was een vriendschappelijke wedstrijd. Het ging nog nergens over, behalve over de schoonheid van het voetbalspel en de eer van de natie. Nou, dat hoef je tegen de Nederlanders en de Duitsers niet te zeggen. Dit zijn ze. Kijk u eens goed naar die foto's. Want daar zien we toch wel een aantal opmerkelijke verschillen. Wie zit er bij het Nederlands elftal voorop? De bobo's, de bestuurders. Die hebben eigenlijk voor de voetballers plaatsgenomen. Ik weet niet of dat nu nog steeds zo is, maar de Nederlandse bobo's in de voetbalbond, die hebben eigenlijk al een hele lange traditie. Want bij de Duitsers zien wij dat de bobo's zich keurig achter het voetbalelftal zich hebben opgesteld. En kijkt u eens naar die uitstraling. Daar zitten de Nederlanders een beetje schots en scheef in de stoelen. Maar de Duitsers, dat zijn atleten, dat zijn sportlieden. De Rijksadelaar op het shirt. Ja, en waar is de leeuw van Nederland? Dat is niet te zien hoor. Ja. Een hele bijzondere wedstrijd vond plaats in Arnhem. En laten we eens kijken van hoe dat toen beleefd werd. Er werd reclame voor gemaakt. Het echt programma op het terrein van AV en AC Vitesse in Arnhem. Extra treinen vanuit Arnhem, vanuit Amsterdam. Extra treinen vanuit Nijmegen en extra treinen vanuit Zutphen. Om het talloze publiek maar naar Arnhem te brengen. En waar vond die wedstrijd dan plaats? Op Klarenbeek. Daar had Vitesse haar voetbalveld tussen 1896 en 1915. En u ziet ook al dat de plaatselijke VVV en het gemeentebestuur niets aan het toeval heeft overgelaten. Er rijden extra Jan Pleziers en wagens om de toeschouwers vanaf het station naar Klarenbeek te vervoeren. Ja. Er is zelfs een tweede tribune geplaatst. Vitesse heeft een lening afgesloten van 3000 gulden om kleedkamers te bouwen op Klarenbeek, om aan de organisatie te zijn van de Interland Nederland-Duitsland. Jammer, zeer jammer dat het weder niet meewerkt. Het regende. Hoe ging dan die wedstrijd? Het zit de oranje hemden niet mee. Ze komen met 1-0 achter. Maar dan scoren ze tegen. 1-1. Maar dan lijkt Duitsland opnieuw. 2-1. Alle hoop lijkt verloren. Tot overmaat van ramp. Breekt dan de rust aan. En die treedt er op in de rust. Niet zomaar een Jan Smit. Nee, de Roosendaalse kapel treedt op in de pauze. Die spelen wat nummers. Nu wilde ik u een nummer laten horen, maar het geluid werkt niet zo goed. Maar het bijzondere van vanavond is, ik kan u de muziek van de Roosendaalse kapel niet laten horen, maar wel laten zien. Want, wie hebben we hier? Pas op, even naar beneden.
Ja. Dus als je even aan de zijkant gaat staan. Dit is een foto van de Rozendaalskapel rond 1910. Wat zien wij hier en wat heeft de heer Schenning, erkend bovenmeester uit Rozendaal, in zijn handen? Het originele vaandel van de Rozendaalse kapel. En hoe komt dat nou? Wim, ik zal jou een microfoon geven, want je bent een echte leraar, dus je wilt een verhaal vertellen. Nou, heel kort, want ik krijg altijd maar heel weinig tijd hier. Hoe komt het nou dat de Rozendaalse kapel in Vitesse zo close waren? Dat had zijn oorzaak, ik ga maar iets naar voren. Het had zijn oorzaak in het feit dat Vitesse en het kasteel in Rozendaal en de kapel in Rozendaal allemaal konden blijven functioneren dankzij de goedheid van Pallans. Die steunde dat allemaal. De kleuren van Vitesse zijn ook de Van Pallans kleuren. En de kapel, en u ziet, is al opgericht in 1858, nadat er al een kapel was geweest, die door oneenigheid uit elkaar was gevallen. In 1858 werd er een nieuwe opgericht en alles werd betaald door de Van Pallans, inclusief de kapelmeester. Die kreeg er bovendien een vrije woning bij. Zo belangrijk was de Rozendaalse kapel, en u ziet ook wel, we hebben heel veel prijzen gewonnen. De Rozendaalse kapel werd geleid door de kapelmeester van de Dragonders. Eerste regiment Dragonders uit Arnhem. En die kapelmeester die kreeg de Rozendaalse kapel onder handen. En de kapel was heel gerenommeerd tot op de dag van vandaag. En dat is het laatste wat ik zeg. Tot op de dag van vandaag. Kort geleden, 2 weken geleden, werd er een feest gevierd ter gelegenheid van 700 jaar kasteel Rozendaal. Tijdens de viering voor de bobo's op de middag trad op, u raadt het al, de Rozendaalse kapel als begeleidend orkest van introdans. En dat is niet gering. Introdans die zich laat begeleiden door de Rozendaalse kapel, dan moet je het wat in huis hebben, Jan. En wat werd er gedanst? De zwaan uit Le Carnaval des Animaux van Saint-Saëns. Indrukwekkend. En dit is de laatste heldendaad van, althans voorlopig een heldendaad van de Rozendaalse kapel. Dames en heren, Wim Schenning. Wij zijn niet zomaar herberg hier, zo'n Wim Schenning weet er heel veel. Maar het vaandel is gerestaureerd door de schoonmoeder van weer een andere herberg hier van ons. Wij zitten overal. Wij zitten overal. Ja. Maar waar waren we gebleven? Oh ja, de rust van Nederland-Duitsland in 1910. Nederland staat achter, 2-1. Maar we maken gelijk, 2-2. En sportief als we zijn, er schiet een veter los en dan leggen we het spel even stil. Het spel wordt stilgelegd, want er moet een voetbalschoen gestreept worden. En dan, matchfixing 1910, de Duitser Hempel maakt een eigen doelpunt. Dat was Marcello gisteravond. Nederland staat voor met 3-2. En let op, op de staantribune begint men spontaan het Oranje Boven te zingen. Heel veel herinneringsboeken over Vitesse, die zeggen dat men het Wilhelmus zong. Nou, dat was toen nog niet het volkslied. Maar het Oranje Boven werd aangeheven. De Duitsers geven zich nog niet gewonnen. Een paar veninnige uitvallen volgen. Maar de Hollandse verdediging laat niet schrippen. En dat gaan ze vanavond ook niet doen. Ja. En dan maken ze nog een vierde doelpunt. De Duitsers zijn helemaal weggespeeld. Nederland wint met 4-2 de allereerste in de land. Een welverdiende ovatie valt het team haar deel. En het wordt wie Nederlands bloed door de aderen vloeit aangeheven. Dat waren nog eens tijden, dames en heren. De Duitsers dachten, dat laten we niet op ons zitten. En dan komt dus het begin. De return, een half jaar later, winnen we weer met 2-1. Nederland wint weer van Duitsland, 2-1, in Kleef.
We gaan naar de volgende internationale wedstrijd. Maar laat u niets meer wijsmaken. De allereerste Nederland-Duitsland werd hier in Arnhem gespeeld. En eindigde in een klinkende overwinning voor de Nederlanders. Want hoe zat dat met die Vitesse-terreinen? Vitesse 1892 opgericht. Ze beginnen op een voetbalveldje, wel op Klarenbeek. Maar dan moeten ze verhuizen naar een veldje boven Bloembeek. Ze moeten even een jaartje voetballen bij de planten- en vogeltuin die er nog was aan de Velperweg. Ze moeten zelfs uitwijken naar de Praats op de Paasweide. Totdat in 1896 ze van de eigenaar van het landgoed Klarenbeek daar mogen zijn. En u ziet hier een ovalen veld. Met hierachter de huizen van de Velperweg. Dat nu Angerenstein Zuid is. Dat ovale veld is er niet voor niets, want hier was vroeger de wielerbaan. En die wielerbaan die was aangelegd, maar die heeft maar 3 jaar dienst gedaan wegens gebrek aan conditie en succes. En toen mocht Vitesse op het middenterrein daar een voetbalveld aanleggen. Dat was één probleem. De Klarenbeek die stroomde hier onderdoor. En toen hebben ze die beek al onder de grond gelegd. En dat is de schuld van Vitesse. Hebben ze de rioolbuizen neergelegd en vervolgens werd het gras ingezaaid bovenop de beek zelf. Dat was in 1915. Toen besloot eigenaar Jan Goeie dat het voetbalveld maar op moest verdwijnen, want hij wilde tennissen op zijn landgoed. En toen moest Vitesse uitwijken en u ziet het hier al staan, Vitesse terrein, oud Monnikenhuizen. In 1915. En dit is het doel. Parallel aan de Roosendaalse weg, u ziet hier de huizen van Angerenstein Noord, hier huis Klarenbeek staan, een kleurenfoto uit wat latere tijd, en dat was in 1915. In 1950 verhuizen ze dan, want daar moeten de 3 gasthuizen worden gebouwd op de Bosweg, en dan gaan ze natuurlijk naar nieuw Monnikenhuizen. Als u YouTube hebt, en wie heeft het niet, op YouTube is een prachtig polygoonfilmpje te vinden over die opening van Nieuw Monnikenhuizen. En die openingswedstrijd speelde Vitesse tegen Feyenoord en Vitesse won met 2-1. Ja. Maar we gaan even terug naar 1915. Want die openingswedstrijd op Oud Monnikenhuizen, dat had ook nogal wat publiciteit in aarde. De waarnemend burgemeester, de lokale burgemeester, die houdt een toespraak. De elftallen staan mooi in gelid opgesteld voor de houten tribune. En de lokale burgemeester wijst op dat de beoefening van sport van volksbelang is. En daarom moeten wij ook allemaal in het belang van het volk en onze eigen gezondheid vanavond naar de wedstrijd kijken. Ze waren toen ook al onder de indruk van het Vitesseveld. Want stelt het spel niks voor, dan kan men nog altijd genieten van het ruime, aanlokkelijke natuurschone. Want het was opgebouwd tegen de heuvels van Klarenbeek. Maar met deze wedstrijd, die openingswedstrijd van Oud Monnikenhuizen, is iets meer aan de hand. En dan gaan we naar boven in de tekst. Want zij speelden tegen de noordelijke zwaluwen. Een selectieteam uit het noorden van het land. En daar heeft u het al, waarin een viertal Engelsen geïnterneerden. Zit in 1915 in de Eerste Wereldoorlog meespeelde. Hoe zit dat nou in elkaar met die Engels geïnterneerden, met dat internationale elftal uit het noorden van het land? Vitesse heeft in de Eerste Wereldoorlog tegen heel veel geïnterneerden gespeeld. U ziet hier van een fantastische site waar u alle wedstrijden van Vitesse kunt zien. Ze speelden tegen de Belgische geïnterneerden en ze speelden tegen de Engelse geïnterneerden. In 1916 en 1917. U zult denken, 1916, 1917. Vitesse tegen geïnterneerden. En de Duitse geïnterneerden dan? Van Kamp, Wolf, Hezen. Want daar zaten toch veel. Ja, dat speelden ze ook tegen. Waarom staan die niet in het lijstje? Want het vorige lijstje was van Vitesse, het eerste elftal. De Duitsers moesten tegen Vitesse trainen. Het is interessant om na te zoeken wat hiervan de beweegreden is. U ziet ook het eerste elftal van de Duitse geïnterneerden. Er moet dus ook nog een tweede elftal zijn geweest, die op het kamp Wolfhezen verbleef. Dat was een heel kamp aangelegd voor de Duitse soldaten, die daar zaten, met straatnamen als Hindenburgallee, Brandenburg Boulevard. Dat was allemaal, wij kennen nu de Duitse kampweg, aan parallel aan de spoorlijn, maar de straatnamen van het kamp zelf hadden veel mooiere namen.
Dus Vitesse speelde vaak tegen geïnterneerde Engelse, Belgische en Duitse soldaten. Maar dan gaan we terug naar die Engelse soldaten. Want hoe zijn die Engelse soldaten dan hier in Nederland terechtgekomen? En dat doen wij aan de hand van de doelman van de Noordelijke Zwaluwen. Dat is meneer Birch. En hoe komt nou meneer Birch in Arnhem in die Noordelijke Zwaluwen terecht? Dit is hem. Arnold Birch, 1891-1964. We zien straks de totale foto waarvan dit een uitsnede is. 1914. Duitsland valt België binnen en daarom verklaart Groot-Brittannië de oorlog aan Duitsland. Wat doet Arnold Birch? Die meldt zich als vrijwillig soldaat bij de Royal Naval Division. En hij wordt ingedeeld in de 1st Brigade Battalion Collingwood. En die krijgen een hele bijzondere opdracht. Want ze heten wel Naval Division, maar bestaat zowel uit een zeemacht als uit een landmacht. En zij worden gestuurd naar Antwerpen. Zij moeten Antwerpen ontzetten van de Duitsers. Dat loopt uit op een falikante mislukking. De Duitsers zijn veel te sterk. Een grote groep Engelse soldaten, met name van de 2e brigade, weet de Engelsen achter, zeg maar, wat uiteindelijk de loopgravenstellingen weet te bereiken. Maar een kleine groep Engelse soldaten, die kan alleen nog maar vluchten naar het noordelijke Nederland. En zo zijn Engelse soldaten van de Royal 1st Naval Division, Collingwood Battalion, in Nederland terechtgekomen. En dan worden zij allemaal geplaatst in Groningen notabene. Ze komen uit Antwerpen, maar in Groningen wordt een Engels kamp gebouwd. Zoals ook in Wolfhezen een Duits kamp is gebouwd. En zoals op de Ginkelse Hei een vluchtelingenkamp is gebouwd voor de Belgische vluchtelingen. Met ook straten met grote houten barakken en hier een soort voetbalveld. Die Engelsen die konden voetballen. En die moesten ook voetballen, want anders zouden zij zich dood te vervelen in dat kamp. En met name de Groningse club Be Quick had dat heel snel in de gaten. En een aantal van die Engelse voetballers die worden bij Be Quick ingedeeld. Je hebt ook al Be Quick Nijmegen en de Be Quick Zutphen. Je hebt al 10 Be Quicks in Nederland. Maar Be Quick Groningen was toen ook een roemruchte ploeg. Maar ze richten, en dat is Arnold Birch, ook een eigen voetballeague op. Kijk, u ziet het hier staan, Battalion Collingwood, de 1st Division of de voetballeague in Groningen, 1915-1916. Dus ze speelden ook onderling partijtjes. En de beste daarvan, die worden dus uitgenodigd om in de selectie van het hele noordelijke Nederlandse voetbalgebeuren mee te voetballen op die wedstrijd van Oud-Monnikenhuizen, waaronder dus Birch. Die wedstrijd eindigt, zoals het hoort, in een gelijkspel 3-3. Maar ik zal u verder niet vermoeien met het verloop van de wedstrijd. Want waar het eigenlijk om gaat, dat ook in de Eerste Wereldoorlog sport gewoon doorgaat. Dat ook voor en na de oorlog interlands nog steeds werden gespeeld. En dat met name Arnhem een rol had in die voetbalwedstrijden in de Eerste Wereldoorlog. En een belangrijke rol in de interlands Nederland-Duitsland. Birch die gaat later weer terug en dan gaat hij spelen bij Sheffield Wednesday. Eigenlijk een semi-profclub. En hij is daar zo goed, die Birch, dat hij zijn geld gaat verdienen als goalkeeper. Hij wordt daar een van de eerste profs in Engeland. Maar hij is ook berucht om het nemen van de penalties. Als er een strafschop was, dan moest Birch uit het doel komen, naar de andere kant lopen en de strafschop nemen. Hij is tot op de dag van vandaag de keeper met de meeste doelpunten van de hele Engelse competitie. Allemaal gestoord uit penalties en strafschoppen. Arnold Birch. Met andere woorden, Arnhem heeft altijd meer geschiedenis dan je denkt. Arnhem heeft altijd meer voetbal dan je denkt. En wat ongeveer zo'n 400 jaar geleden ons in 80 jaar lukte, gaat ons vanavond lukken in 90 minuten. Ook dan verslaan we de Spanjaarden. Ik dank u wel.